check dit beeld, hè. Het lijkt echt op een gekke videoclip. Daar is die weer, hoor, jongens. Dag 6. Ja, ik denk echt, wat is dit? Ik vind het zo eng. Maar goed, wat ik ook wil zeggen is dat ik nu wel echt merk dat de zwangerschap toch wel steeds een tikje zwaarder wordt. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Voor de mensen die het niet weten, ik heb nu blond haar. Het ziet er niet uit. Het is echt te blond en zonder make-up ziet het er ook echt niet uit. Maar ik wou het eigenlijk licht grijs hebben. Dus ik wil eerst zilver shampoo er doorheen gooien. Maar ik ben dan bang dat het te grijs wordt. Dus this bitch is weer op een heel goed idee gekomen om haar eigen haar te gaan verven. En ik weet dat mensen dan weer gaan zeiken, de moedermafia. Oh, ik mag niet verven in je zwangerschap. Dikke bullshit. Ik ga het gewoon lekker doen. En ja, staat, kijk, mijn haar is nu echt letterlijk deze kleur geel. En hopelijk wordt het deze kleur. En dat was ook nog eens 1+1 gratis bij de Kruidvat. Dus ik denk dat ik gewoon maar ga beginnen. En als ik het verpest, dan ga ik het gewoon lekker een andere kleur doen. Ik wou sowieso eerst deze kleur maken. En na deze kleur eventjes gerokt te hebben, dan roze verf of zo. Of een andere leuke kleur. Maar ik moest voor de bundels, want de bundels worden natuurlijk zo in deze kleur verkocht, moest ik eerst foto's maken. Dus vandaar dat ik hem één dag zo heb gelaten. Nou, ik ga maar beginnen. Ik heb ook echt, hoe ik er net uitzag, precies zo was naar de Kruidvat gegaan. In mijn onesie. Met een roze bonnet op. Dus ik leek echt op een crack junkie van de buurt. Maar oké. Ik ga lekker beginnen en ik laat jullie het eindresultaat wel zien. En als ik het eindresultaat niet heb laten zien, dan moeten jullie weten dat het verpest is en ik geen zin meer had om het te filmen. Nou, ik heb mijn haar gedaan. Ik zie wel dat het wat minder geelachtig is, zeg maar. Maar het is nog niet dat ik denk van, dit is the color I want. Dus ik heb denk ik te weinig zilvershampoo gedaan. En ik heb ook dat verf erin gedaan. Wat trouwens niet echt heel lekker was gelopen. Maar ik word zo opgehaald voor de opnames, dus ja, voor nu heb ik even geen tijd meer om dat te doen. En morgen is die fotoshoot. Dus gelukkig hoef ik dan niet dit haar te gebruiken voor die fotoshoot, dus... Oh, en mijn make-up is tegen mijn hoofd aangekomen, dus nu heb ik hier zo... Is dat niet goed hier? Nou, in ieder geval, ik ga sowieso een andere kleur verven dan dat het nu is. Dus voor nu maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat het niet is hoe ik het wil. Nou, ik heb mijn haar weer even snel duizend geërbed. Wow. Ik heb even snel mijn haar weer geduizend airwrapped. Over een half uurtje word ik opgehaald. En dan gaan we verder met het filmen van mijn docu. Even snel touch-ups. Ik heb net ook iets anders aan. Of een ander kleurtje aangedaan. Mijn gezicht weer een beetje poederen, want ik ben weer shiny geworden. En dan gaan we langs de McDonald's, langs de McDrive met mijn broertje. En gaan we even een pittig gesprek houden. Sorry. Dat staat erop. Ja, dus. Moet je je vlog openen nog, of? Nee, ik heb hem al geopend. Ah, oké. Okay. Wash! Nou jongens, wat een service. Het wordt wel schoongemaakt. We hebben hier ook echt gekke lighting. Ja, echt, het licht is echt geweldig hier. Ik wou dat ik dit heel de dag had in mijn auto. Dan zouden mijn vlogs gelijk een stuk beter zijn in de auto. Nou, ik zit hier met mijn broertje. We hebben net opgenomen voor de docu. Best wel een intens gesprek. We hebben het nooit eigenlijk over intense dingen. Dus dat was wel heftig, maar... Check dit beeld, hè. Het lijkt echt op een gekke videoclip. Wacht, even scherp stellen, hoor. Oh my god. Super duper nice. En we hebben echt een hele set gemaakt bij de McDonald's buiten. Mensen denken sowieso, what the fuck. En er stond ook echt een mega camera op mijn bumper. Dus iedereen was ook echt aan het kijken van... Wat is dit allemaal? Kijk, hier staat een megalamp en letterlijk hierachter is de McDrive.
Hey jongens, goedemorgen. Ik ben bruikloos, make-uploos, net wakker. Ik heb gisteren mijn zwangerschapsshoot gedaan en het was amazing. Het ergste van alles is dat ik mijn vlogcamera vergeten was. How could I? Ik heb wel TikTok-beelden gemaakt. Dus zodra de foto online is, zal ik de korte snippets met jullie delen. Het duurt ongeveer 2 weken voordat de foto's geëdit zijn. Dus de foto's worden pas, kunnen jullie zien, over 2 weken. Maar ik kan jullie wel een korte sneak peek geven van een mooie foto die ik heb gemaakt. Van de look. We hebben 2 looks gedaan. Eentje samen met Davinio. En eentje alleen. En ja, waar ik mijn shoot heb gedaan bij Maricon Studio. They are amazing. En ik kan niet wachten op het eindresultaat. Ik zal nu even de foto laten zien van een van de looks. Nou, ik ben nu bezig met mijn belastingaangifte. Ik ga overstappen van boekhouder. Omdat de boekhouder waar ik nu zit mij gewoon echt een godsvermogen kost. Ook zijn in het verleden vaak fout gemaakt. Er was een stagiair. En ik moest mijn inkomstenbelasting betalen. Maar daarvoor heb je 4 of 5 maanden volgens mij om te weten van oké, dan moet je dit betalen. En omdat die stagiair een fout had gemaakt, kreeg ik toch dat ik binnen 2 weken 20.000 euro moest overmaken. Nou, sorry, ik moest echt bijna mijn kontje gaan verkopen om dat op tijd te kunnen betalen. Dus ja, dat zijn wel echt fatale fouten. En dat kan gewoon niet gebeuren, want ik zit juist bij een boekhouder, zodat ik overzicht krijg over mijn geld. En niet dat ik elke keer rennen moet betalen. Dus nu heb ik eentje in Limburg, kapot ver. Dus als de kijkers hebben in Limburg, jullie gaan me sowieso 1 of 2 keer per jaar daar zien. Dan ben ik in Limburg. Ja, watgezel.nl. Dus ik hoop dat ik nu wel bij een goede boekhouder zit. Wat wou ik nog meer zeggen? Ja, ik ga nu, het is vandaag maandag, meestal werk ik op maandag. Maar vandaag ga ik naar mijn moeder toe. Maar in de auto zal ik jullie even wat meer vertellen daarover. En dan zie ik jullie straks weer. Oh, zomaar filmt het zelf. Ik ga nu douchen en eten. Maar ik zit te twijfelen. Welke haar zal ik vandaag op mijn pan gooien? Ik heb zoveel keus. En ik heb sinds gisternacht zoveel zin in een twizzle-ijsje. Dus ik ga straks, voordat ik wegga, naar de Yamin. Ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik weet niet wat het is. Maar ik moet het hebben. Jongens, ik denk dat ik gek word. 3 dagen achter elkaar. 3 ochtenden. Elke ochtend rond 7, 8 uur staat dezelfde mail op hetzelfde raam te tikken, te geluiden te maken. En ja, ik denk echt, wat is dit? Ik vind het zo eng. Ik heb het ook op Snapchat gezet. Veel mensen die zeggen ook van, ja, mail doen dat omdat ze hun reflectie zien. Dan denk ik van, oké, de eerste keer begrijp ik dat. Maar 3 dagen achter elkaar rond hetzelfde tijdstip, dat vind ik gewoon suspicious. Ik ben wel echt iemand van het bijgeloof. Veel mensen zeggen ook dat witte vogels geluk brengen. Veel mensen zeggen ook dat het misschien een overleden persoon is die langskomt om te checken of alles goed gaat. Dan denk ik van, nou, dan mag diegene wel eventjes iets later komen met dat gekrijzel de dag voor het raam. En sommige mensen zeggen ook van, ja, je moet hij zoekt gewoon eten. Maar er ligt letterlijk geen eten voor het raam. En je ziet echt dat hij gewoon heel de tijd op dat raam aan het tikken is. En het lijkt alsof hij naar binnen wilt. Maar ja, ik weet niet. Misschien is hij er morgen ook weer gaan zien. Hoppa! Zo. Ja, vind je dit normaal? Ja, ik vind het normaal dan McDonald's eten elke dag, hè? Ja, maar ga je echt met die stinkende broodje ei hier zo in de auto zitten? Anders, dat kan niet anders. Je kan toch eventjes in aluminiumfolie doen of zo. Dan is je een heel bord. Dus? Op een bord eten, toch? Ja, niet in de auto. Gadverdamme, hé. De opnames zijn goed gegaan. Nee, niet in mijn. Toch niet nu, Neil. Wat? Wat?
De opnames zijn goed gegaan. Ik ben blij met hoe het is gegaan, het gesprek. Ik wil jullie ook even mijn belly laten zien. Kijk, hier is echt al gross. Ik ga nu even mijn make-up eraf halen. Want ik ben kapot. En dan lekker in bed liggen. En Davino die ligt in mijn zwangerschapskussen. En dat vind ik echt niet fijn dat je dat doet. Dat doet hij altijd als ik weg ben. Of eventjes nog... Jongens, ik ben kapot. Ik heb 3 dagen slaap nodig. Ja, ik ook. Nou, we zien jullie morgen weer. Doei. Jongens, ik ben in de auto, want ik ben weer onderweg naar werk. En ik heb een nieuw petje op van Jacquemus. En het staat me gewoon fabulous. Ik ben er heel blij mee. Nou, jullie gaan het gewoon nooit raden, hè? Vanochtend stond diezelfde kutmail weer op hetzelfde raam te tikken. 4 dagen achter elkaar. En iedereen zegt op Snapchat, ja, hij ziet zichzelf als, hij wil zijn territorium, bla bla bla. En hij ziet zichzelf als vijand, weet ik veel wat. Dan denk ik, ja, dat begrijp ik de eerste dag. Maar hij gaat toch niet elke dag op hetzelfde tijdstip terugvliegen naar dezelfde raam om daarop te tikken. Ja, sorry, maar ik geloof echt, ik weet het niet. Ik heb heel veel vragen gewoon. Het is gewoon elke dag rond hetzelfde tijdstip. Vandaag moest ik toevallig vroeg op werk zijn. Dus ik heb deze vogel gewoon gebruikt als wekker. Ik had mijn wekker niet eens gezet. Want ik dacht van ja, ik kom toch weer om 8 uur tikken. En het is ook gewoon echt gebeurd. Dus dat is wel grappig. Maar ja, kijk, als hij zeg maar op verschillende dagen, verschillende tijden komt. Maar het is gewoon eng, man. Elke dag, elke ochtend hetzelfde tijdstip, zelfde vogel. Er ligt geen eten. Als ik tik op het raam gaat hij wel weg, maar heel veel mensen zeiden ook, er waren ook een paar vrouwen die reageerden van vogels die voelen aan dat je zwanger bent en ik weet niet, ik ben gewoon echt, mind is gewoon fucking blown right now. 4 dagen op een rij. Nou, als die vogel geluk brengt, dan ga ik denk maar even een goede totootje zetten. Nee, grappig. Ik heb 1 keer toto gedaan, 10 euro, verloren. En dat deed me op pijn. Dus laat staan mensen die echt duizenden euro's inzetten. Ja, gokken zegt niks voor mij hoor. Maar ja, ik moest om fucking 10 uur op werk zijn. Ja, voor heel veel mensen is dat normaal. Om die tijdstip werk te gaan. Maar die spits, niet normaal. Ik ben gewoon 2 uur lang onderweg van Almere naar Rotterdam. En daar word je gewoon echt helemaal suf van. En ik heb vandaag een werkdag van 10 tot 7. Dus dat is een werkdag van 9 uur. Ja. Nou ja, ik mag niet klagen hoor. Dus ik ga nu lekker naar werk. Yippie, ja, yay. Ik ben net klaar met die meeting. Hier had ik eigenlijk nog andere 2 meetings. Maar die zijn dus verplaatst. Dus ik heb nu 1,5 uur niks te doen. Dus ik dacht, die twizzle waar ik zoveel zin in had, die ga ik denk ik nu gewoon halen in de stad. En Davine die vroeg me toevallig ook of ik een leuk blouseje voor hem kon halen voor vakantie. Dus ga ik maar even op een shopping spree om mijn tijd te verdoen. Super leuk, super gezel. De stad is gelukkig dichtbij, van niks. Echt 10 minuutjes rijden, dus dat is mooi. Ik heb hem hoor jongens, al helemaal happy de peppy. Even 1 hap nemen. Dan moet ik echt gaan wegrijden. Ja, jongen. Nou, ik ga nu naar werk. Doei. Ik heb trouwens heel veel dingen geshopt. Ja, echt allemaal voor DAF. En als ik thuis ben, dan zal ik al even laten zien wat ik hem heb gehaald. Nou, ik ben thuis. En ik ga nu laten zien wat ik heb gehaald. Nou, dit is de eerste blouse. Met Space SpongeBob en Space Patrick. Een Rick and Morty blouse. Deze blouse. Davino's is een blouse era. Dus deze blouse ook. Deze print vind ik wel echt heel dik. En bij H&M hebben ze nu een Keat collectie. Dus die zag heel dik uit.
Dit setje, ik vind dit setje heel erg op Dior lijken. Op die Dior print. Het is zeg maar echt zo'n leuke print erop. Nou, een broek en een shirt. Oh, mijn arm is helemaal moe van, dat, van die kleren tillen. Ik zag ook nog een leuk setje voor mezelf. Dit is het topje. Ik had geen tijd om het te passen, dus ik hoop dat het past. Dit is het topje. Dit is die jurk. Ga ik zo gelijk even passen hoor. Dit shirt vond ik ook echt leuk. Bedaf. Maar deze ga ik natuurlijk zelf ook aandoen. En een bikini. Want ik dacht, ik heb geen leuke bikini's. Dus ik dacht, nou, deze is wel leuk. En een Fisher hat. Voor Daf. Maar die ga ik natuurlijk zelf ook dragen. Want die past precies bij het strandoutfitje die ik jullie net heb laten zien. Nou. Maar het is wel maar op de achtergrond. Ja, get yourself. Ik heb een streep op de grond. We hebben echt kapot van strepen. Ja, grappig. Geen idee. Get yourself a man who can do everything. Oh, jongens. Ik zat niet in de auto en ik voelde echt een heftige trap hier. Nou, dit was wel voor vandaag. Ik heb letterlijk op de heenweg 2 uur in de file gestaan, op de terug 1 uur in de file. Dus ik ben nu echt kapot. Dankjewel dat je mijn sokken nat maakt. Mm. Lekker hoor. Die steeksok moest toch in de was. Gooi ze weer terug. Vies terug. Ik ga er lekker mee slapen. Oh. Nou, ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Ja. Die staat op camera. Ja, ik vind het setje heel leuk en hij past ook gewoon goed. Ik loef al die blouses. Ik denk wel dat deze een beetje gaat uitrekken, maar gooi hem gewoon in de was. Deze ook mooi. Het werk, schat. Het werk voor de kijkers thuis. Wat voor merk is dit eigenlijk? Dit is Gucci Felucci, ik weet het niet. Oh ja. Daar is die weer hoor, jongens. Dag 6. Dag fucking 6. Good meal. Wat wil je, jongen? Een hele leuke normale dag op werk. Nou, 3 keer raden wie weer is haar vlogcamera is vergeten thuis. Vonneke! Gelukkig heb ik altijd mijn telefoon bij me, want soms ga ik niet naar huis. Vandaag ga ik echt iets superleuks doen. Ik ga eerst werken. En daarna ga ik naar Amsterdam. Want er is een TikTok iftar. Nou, mijn muziek ging aan, daarom stopte hij met filmen. Maar ja, het is de laatste week van de Ramadan en TikTok heeft een event georganiseerd. Met waarschijnlijk heel veel Marokkaanse met heel veel islamitische creators. En ik ben ook uitgenodigd om langs te komen. En ik dacht, nou, ik neem gezellig mijn collega Noorden mee. Want die heeft natuurlijk voor het eerste keer gevast. Ja, dus dat is mijn planning voor vandaag. En ik ga dan maar gewoon filmen met mijn telefoon. Because this dumb ass bitch is vergeten om haar vlogcamera weer mee te nemen. Nou, bedankt Vonneke voor het manifesteren dat ik hier sta. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik meedoe met de Ramadan, dat ik mezelf niet geloof. Ik heb nog nooit 1 dag gevast. Veel moslimvrienden om me heen. En die zag ik altijd hoe we ergens met zichzelf en met elkaar bezig waren deze maand. Dus ik dacht, deze maand komt eraan. Ik had vorig jaar iemand gesproken en die zei, joh, volgend jaar als de Ramadan weer is, dan moet je meedoen. En toen zei ik tegen hem, oké, is goed. Toen ik gelijk op, ik dacht van ja, nu heb ik het wel afgesproken. Nog 2 minuutjes. Ja, we mogen eten. Zeg je? Bismillah. Lekkere linzensoepie. Lekker. Nee, niet klaar, niet klaar. Nou, we gaan testen hoor. Een linzensoep. Hij is wel dikker.
Lekker. Ga je groente eten, jongen? Ja, met een beetje de gains, een beetje gezonder. Ja. Je doet echt alsof ik een soort king ben die met jou stap is. De voorkant is niks minder waar. Maar dat maakt niet uit. Dit is samenkomen. Niet samenwonen, maar samenhorig. Even in beweging komen. De bloedsuikerspiegel omlaag lopen. En over suiker gesproken, onze jongeren bereiden zich bijna allemaal, na het avondmaal, dagelijks voor op het suikerfeest. En dat is ook oké. Okay. In al dat samen zijn is er ook veel alleen. Wanneer we ons laatste slokje thee hebben gedronken, ons lepeltje op het glas hebben geplaatst. Nou, we wouden weglopen, maar... Zij was te gierig, zij zag die goodie bag. Sorry voor jouw vlog. Nou jongens, ik zit even in het hok bij mijn werk. Op. Ik zit even in een hok op werk. En ik wou jullie mijn prachtige abaya laten zien. Deze heb ik gekregen van Nise Store. Ja, hij is gewoon echt prachtig. En die details, gewoon te prachtig. Kijk hoe mooi. Ik heb ook een groene met een hoofddoek erbij. Omdat over 2 weken ga ik naar Dubai met Davinio. En we zijn ook van plan naar Abu Dhabi te gaan. Dus ik dacht, nou dan heb ik gelijk mijn outfits voor daar. Maar ja, ook zwanger ben, dit zit gewoon echt te lekker. Alleen, ik heb wel even een paar tips nodig. Want ik heb het 3 keer gestreken en er blijven maar kreukels in komen. Maar mijn buik zit er lekker in. Is mooi. En ik heb ook nog eens een 10% kortingscode voor jullie. Met mijn code VONNEKE10 krijg je 10% korting. En ze hebben echt prachtige abaya's en ook gebedse jurken. Dus neem sowieso even een kijkje op hun website. Ik zet hun website en de kortingscode even in de beschrijving. Dus vergeet het niet te checken. En ik heb vandaag weer die Shein pruik op. Omdat ik had geen tijd om mijn haar te doen. Dus dacht ik van, weet je, ik gooi deze gewoon even snel op mijn pan. Ik heb vandaag ook de wimpers op in Fierce. Dat zijn best wel natural lashes. En vandaag had ik wel een vibe van, ik ga gewoon even lekker natural. En zoals jullie horen, raak ik gewoon buiten aan door te praten. Ik had maandag had ik ook een meeting met werk en ik was aan het praten. En ik merk gewoon dat ik gewoon ademsnood had door gewoon alleen te praten. Maar goed, wat ik ook wil zeggen is dat ik nu wel echt merk dat de zwangerschap toch wel steeds een tikje zwaarder wordt. Ik word steeds vaker wakker in de nacht om te plassen. Opstaan, wat altijd makkelijk was, is gewoon echt moeilijk. Ik moet eerst naar de zijkant rollen. Dan mijn bovenkant zo rollen. En dan pas kan ik opstaan. Ik kan gewoon niet meer rechtop staan. En ja, met omdraaien op bed heb ik ook best wel veel moeite. Dus nu merk ik wel echt van, oké, nu is het de real deal. En ik werd net gebeld door Joan. Zo leuk, ik had het echt niet verwacht. Ze belde me en ze liet me een echofoto zien. En ze is gewoon zwanger en ik ben zo blij voor haar. En het is ook echt leuk, want dat betekent dat we op balorig date kunnen. Naar de Monkey Town. Dus dat is echt super leuk. Ik ben echt blij voor haar en Niek. En dat is eigenlijk een beetje wat ik heb te melden. Ik moet gewoon weer plassen, het is niet normaal. Maar ik vind abaya's echt prachtig. Ik vind het jammer dat ik het nooit eerder heb ontdekt. Het zit echt lekker comfy en het is echt mooi. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik zal de groene gebedsjurk ook nog wel even laten zien. Ik weet niet of ik het in deze vlog ga laten zien. Want hij zit in de was, want er zat de olievlek op. Ik ben klaar met werken. Ik loop nu de garage in naar mijn auto. En ik heb net geplast en ik heb gewoon nog steeds het gevoel dat ik moet plassen. Het is niet normaal, deze baby drukt echt op mijn blaas. En Tropical Dream heeft dus nu van die cakejes. En ik had vorige keer gewoon gezegd van, oh die red velvet taart, die moet ik hebben. Het was uitverkocht. Nou, schiet mij maar lekker. Ik kon het gewoon, ik moest het gewoon eten. Vooral als je zeg maar zwanger bent en je hebt in je hoofd dat je iets eet, gaat eten. En het is er dan niet. Nou, echt derde wereldoorlog gewoon in mijn hoofd. Dus nu heb ik gezegd van alsjeblieft, hou hem voor mij apart. Dat heeft hij gedaan. En ik ga het nu ophalen. Oh yes, can't wait. Weet je hoe lang ik al wacht om die red velvet taart in mijn mond te hebben? Oh, yo.
Nou, we gaan nu even daarheen rijden. Mijn moeder had ook drinken nodig, want ze is een nieuw bedrijf geopend voor psoriasis, allemaal zeepjes en droge olie verkoopt ze straks zo lekker. En ze heeft volgende week een opening. Helaas kan ik er niet bij zijn, want die dag gaan we wegvliegen naar Dubai. Dus ja, helaas kan ik er niet bij zijn. Maar ik ga wel even dat drinken voor halen. Hier heb ik zo lang op gewacht. Ik ga jullie straks een taste-test geven. Welke smaak heb je nog meer? Ik heb Snicker White. Ik heb White Chocolate, Mango Coconut, Oreo, Snickers, White Oreo. Nee, maar ik wil deze ruilen voor die. Voor de Snicker White. Ja. Ik heb nu een aantal blikjes gehaald. En hier kan je het echt voor een goedkope prijs inkopen. Ik zal jullie even laten zien. Kijk, Lipton kan je een tray van 24 stuks voor 14 euro halen. Hier 17,39. Dan ga ik voor mijn Red Bull lovers even naar Red Bull. Hier heb je Fanta Cassis. Ook 24 stuks voor 17,42. Red Bull. Gewoon even al die Red Bulltjes af, want je hebt allemaal verschillende natuurlijk. En de original. Nou, ik heb dat... Ik dacht dat ik moest niezen. Nou, ik heb deze cheesecake zo naar achter gewerkt. Hij was echt kapot lekker. En als jullie naar Tropical Dream wil gaan, ik raad jullie deze aan om deze gewoon een keertje getest te hebben. Ik heb ook eentje met witte Snicker volgens mij. Nou, die wil ik ook wel echt gelijk nu eten. Maar ik heb nog geen avond gegeten. Dus ik ga denk ik bij mijn moeder even snel iets in de keuken flippen. Zodat ik het niet zelf hoef op te ruimen in mijn eigen keuken. En als ik dan nog een plek heb, dan ga ik die even voor jullie testen. Maar hij was heel lekker. Want we hebben natuurlijk alleen die website blabla, dus we moeten even die flyer maken. Dat ga ik zo meteen maken en naar je doorsturen. Nou, ik ben nu even de kip aan het eten die ik bij Tropical Dream had gehaald. En ik vroeg mijn moeder of ze eentje voor me wil maken en zo moet ik het delen met Angelique. Yo, what's up, Moena, chicken. Ik ben chicken. Gaat het? Oké, maar nu heb je wel genoeg patat gegeten. Eet die kip, want die patat is nu voor mij. En jij hebt bij je oma gegeten en ik niet. Nou, mag ik een boekje lezen? Dit is toch niet normaal, jongens. Mijn moeder krijgt een boekje. Seksuele voorlichting. Zodat ze dat aan de kinderen kunnen geven. Ik vind het echt niet normaal, hoor. Als ik is 8. Zelfbevrediging. In de puberteit verandert er veel en moeten pubers zich weer thuis leren voelen in hun eigen lichaam. Ja, ik ben er klaar mee. Ik ga het niet eens verder lezen. Angelique, voel jij je thuis in je eigen lichaam? Nee. Nee, jongens, mijn moeder laat me een paar samples ruiken van de zeep. Zijn het allemaal dezelfde of niet? Het is allemaal van argan olie. Deze ruiken lekkers. Ja, want die zijn het meest puur natuur. Zonder pakken. Ja, deze stinkt ook. Ik hoop niet dat iemand deze nog gaat gebruiken. Ik heb echt alle geur eruit gesnoven. Oh wacht, ik heb geplast in mijn jurk. Oh wacht, die had ik al. Toch? Deze heeft geen geur. Ja, die groene zijn lekker. Die ligt gewoon nog. Nou jongens, het is alweer donderdag. En dat betekent dat morgen deze vlog alweer online staat.
Ik vond het heel leuk dat jullie naar deze video hebben gekeken. Vond je deze video leuk? Wat moeten ze dan doen, Angelique? Dan ga je abonneren en een like geven. Inderdaad. En dan zien we jullie bij de volgende video weer. Laters.